zagen, solderen en nog meer zagen. Bij de jonge onderzoekers werd afgelopen weekend hard gewerkt. Het waren de laatste dagen van de zomervakantie en daarmee nam men afscheid van de zomeractiviteiten, waardoor de kinderen nog flink moesten pezen om hun projecten af te ronden. Ik maak een proppenschieter. Een proppenschieter? Hoe ben je op dat idee gekomen? Een vriend van mij die wou graag een wagen maken die kon schieten. En toen dacht ik, waar maken we nou geen proppenschieter met een wasknijper die zeg maar zo'n met een elastiek eraan, zodat het zo kan schieten. Ook in het elektronica lokaal op de eerste verdieping werden de handen uit de mouwen gestoken. Met een luidspreker ben ik bezig. Dat ziet er vrij ingewikkeld uit, want je bent nu volgens mij bezig om de verbindingen te maken, hè? Als je een van die dingen niet goed hebt, dan werkt het niet en dan moet je daar dus wel ook op letten. En ja, in het begin heb ik dan een soort tekeningetje erbij gehad van welke waar moet en ja. Dus. Ja, want je zegt nu deze dingetjes. Eigenlijk wat we daar zien, dat zijn zeg maar de aansluitingen die je gemaakt hebt, hè? Ja. En ja, dat is dan op een punaise en die heb je dan vertint met soldeertin. En daar kun je dan dingetjes op vastsolderen. Dan ga ik deze hier zo in maken. Zo. En dan, als het goed is, komt er best hard geluid uit. Ja, want dit heb je ook echt allemaal op maat gemaakt, hè? Heb je allemaal op maat gezaagd? Ja. Is het nou de ideale vakantiebesteding om hier zulke mooie dingen te maken? Vind ik wel. De kijkers zien dat er nog heel veel moet gebeuren. Denk je dat je het vandaag afkrijgt? Ik denk het eigenlijk niet. En wat betekent dat? Jammer. Maar niet getreurd. De komende zaterdagen zijn de deuren van de jonge onderzoekers weer geopend om te werken aan nieuwe projecten of om juist oude werkstukken stiekem af te maken.